En dag snoekvissen 17. We gaan vandaag in de buurt van Sparenwoude op snoekvissen. Deze gemeente moet ik nog doen voor mijn challenge. Een snoek vangen in elke gemeente van Noord-Holland. En ik heb vandaag iemand meegenomen. Morgen. Mijn maat Sjoerd. Sjoerd, vertel eens. Moet jij nog een keer een snoek vangen of wat? Ja, ik ben een echte karpervisser. Ik heb nog geen snoek gevangen. We gaan eens even kijken of we vandaag met Sjoerd zijn eerste snoek kunnen vangen. In Sparenwoude zwemt hier en daar snoekbaars, dus daar hebben we ook nog kans op. Maar we zijn op zoek naar de snoek. Laten we even kijken of we er wat van kunnen bakken vandaag. Nee, snoekbaars man. Hé, hey, ik heb nou snoek. Ik kom eraan man. Hou hem gehaakt. Red je het hier beneden of? Ik red het hier. Het ding is lang genoeg. Die Sjoerd hebben snoekbaars jongens. Kom hier, meteen de net in. Ja! Oké, dan moet je even die mat even van mijn rugzak pakken en dan doe ik die vis. Zet je hengel maar neer. Moet je niet meer wegkomen? Leg maar hier neer, dit is mooi plat. Ja, dat is waar. Alleen kijken dat je niet op mijn hengel gaat staan. Hey, sick man, een snoekbaars. En nog een mooie ook. Ik denk dat die wel mooi in de 50 zit hoor. Ja. Mooie vis man. Hey, hij is nou al los. Maar ja, dat zei je. Hij zat er niet heel goed vast. Wat een mooie vis, hè? Hier, wacht, ik zet even de GoPro neer en dan maak ik zo met mijn telefoon een foto. Is goed. Ietsjes meer hoofd omlaag. Ik ben er staan, joh. Lachen. Is goed, prima. Mag weer terug, man. Vet, man. Echt super tof. Ik zei van het voelde. Ja, ja, die stinger zit er nog op vast. Maar dat is prima. Kijk, oké. Okay. Gaat onder nog steeds gewoon. Lekker man, wat een mooie vis. Snoekbaars. We hadden het er nog. Je had het over ja. De hap aan vier snoekbaars op. Echt super tof, ja, hè? Zij zeggen het maar. Echt super tof. Die kunnen ook stukken kleiner worden zijn. Ja, dit was een mooie vis, man. Ik schat hem op zo'n 50, 55. Dat is een hartstikke mooie vis. Ik denk gewoon hier langs het randje. Ja. Ik ga daar even kolken van me. Ik denk van hè, kolken. Ik trek er nog één keer aan. Dan weet je, wacht, pok. Tof man, echt super vet. Nou boys, gelukkig zitten we in de buurt van Engelhard Hengelsport. We gaan eventjes snel een nieuwe hengel halen, want ja, met een gebroken hengel kan je natuurlijk niet vissen. Dat is een beetje jammer. Het gebeurt de beste. Het gebeurt de beste. Nou, na een aantal jaren trouwe dienst heeft deze het opgegeven, dus we gaan eens even kijken of we snel een nieuwe kunnen halen. Dat moet lukken toch? Sowieso. Wat krijgen we nou? Een andere hengel. Context. Net toen ik niet aan het filmen was, had ik mijn hengel gebroken. Ik ga het er niet over hebben hoe, maar dat was niet mijn schuld. Dat was ouderdom van de hengel. Dus hebben we nou weer even een andere hengel. Geen vragen over stellen, we gaan weer lekker verder vissen. Snoekbaars, hele grote snoekbaars. Hele grote snoekbaars. Oh nee, het valt mee. Maar wel even snel scheppen hebben. Ja, hij is groter dan net. Die is zeker. Lek, pik. Lekker kerel. Mooie vis. Kan je er net de capmat neerleggen? Leggen? Die is wel een mooie 60-65 ding. Moet je hem neerleggen? Ja, nee, leg maar hier neer. Ik kan hem wel even kort. Maar jij mag wel straks even een stukje filmen. Met de andere GoPro. De andere GoPro? Ja, ik heb er nog een mee. Leg maar neer. Ik onthaak hem wel. Tweede vis van vandaag jongens. We zijn eigenlijk op zoek naar snoek, maar de snoekbaars blijven happer. Het is alleen maar snoekbaars vandaag. Alleen maar snoekbaars vandaag. Nou, prachtige mooie vis. We moeten kijken. Klein stukje water. Klein stukje water. Twee meter om op te staan. Ja, het is hier 30 centimeter diep en de snoekbaars gaan lekker jongens. Op naar de volgende. Hij mag terug. Gaat weer. Zo, top kerel. Lekker bezig!
zo, omdat je er echt geen ruimte hebt om te vissen, hè? Weet je, het is goed dat jij hier nog even naartoe wou. Ja. Ik had het zo overgeslagen, echt waar. Zo zien we, net met die brug ook, waar we ook overslaan. Dus alle plekjes die wij willen overslaan, ligt vis. Dat is de conclusie die we hier kunnen trekken. Ja! Snoek! Oh jongens, ik heb het op film ook. Wat een mooie aanbeet was dat. Wat een mooie aanbeet was dat. Goeie! Mooi vis. Ik zal kijken of ik hem zelf kan landen, maar... Oh, jongens, wat mooi. Heerlijk. Geen verkeerde vis ook, hoor. Wat, snoek? Ja, snoek. Ik zag hem zo uit de kant zwemmen. Ik zag zo'n golf aankomen. Ja, gewoon zo. Prima. Ja. Lekker kerel. Ja man, hoppa. Dat is mooi hoor, je bent groter. Heb je een mat? Ja, ik kom naar jou toe, oké? Is goed, ik ga die ook vrij laten aanlanden. Ja, is goed. Tikkert, hè? Ja, ik vind het wel best groot hoor. Dit is wel een mooi vis, ja. Ja, van 75. Ja, zeker. Maar kijk hoe dik hij is ook, hè? Dat is wel een kleine papzak. Pop, dat noem jij wel hier. Goed keer, hè? Lekker, joh. Zo. Ah, jongens, zijn we weer. Daar is hij, jongens. Een snoek. Haal hem meer. De gemeente zit erop. Prachtige snoek. Zo'n 75 à 80 centimeter. We vangen op een kikker met opzethaak. Geen gewicht eraan. Hartstikke blij mee. En het is een heerlijke dag om te vissen. Echt waar. Klein poldersslootje. Klein poldersslootje. Ik zag hem zo. Oh. Ja, hij mag terug. Lekker terug, man. Hij mag weer terug, jongens. Hij heeft er geen zin meer in. Hij is camera schuw. Sorry. Maakt mij niet uit. Klein slootje, jongens. Ja. Daar gaat hij weer. Top, lekker, kerel. Het gaat heerlijk vandaag. Let's go. Jongens, even een ijsje eten om te vieren dat we al wel lekker vis gevangen hebben. Het begint te regenen. Mocht het droog blijven, dan gaan we door. Blijft het hard regenen, dan maken we er even een kort einde aan. Maar misschien als we een beetje onder de bomen blijven, dat we door kunnen vissen. We gaan het zien. Jongens, wat er net gebeurde, dat geloof je echt nooit. Ik heb het niet op beeld, ik was niet aan het filmen. Oké, Shorty gooit aan de overkant in de planten. Hij heeft ongelooflijk veel planten op zijn aas. Hij zegt als hier niks op afkomt en voordat hij zijn zin af had, pakt de snoek zijn aas. Ik heb het niet op film, maar hij komt helemaal het water uit. Dat was echt geweldig. Ik ga nog wel een paar keer gooien. Dat, ja, dat was echt bijzonder hoor. Kijk, er zitten een paar planten op, dan gaat het er goed. Als ze hier nog op afkomen, famous last words gewoon hè.
Ik blijf wel filmen, ik ben wel benieuwd. Hij zat hier, hè? Ja. Ah, hij schiet te snel achter elkaar. Nee, als hij honger hebt, pakt hij hem, hoor. Holy shit, zit een snoek. Ja. God. Hoe mis je hem nou, man? Dit was je snoek, dit was je kans. Nou, ik sloeg hem nog laat aan, maar ik had hem wel... Je schrok je helemaal kapot, ja, hè? Ja, had jij hem verwacht. Nee, ik schrok ook. Ik wou het halen. Dat is wel het leuke aan snoeken, hè? Soms zie je ze niet aankomen. En dan een wop. Ik was ook niet echt bezig mee, ik wou net uit het water tillen eigenlijk voor die plantenbende. Tjoh, joh. Nou, kijken of er nog wat van komt. Nou jongens en meisjes, de visdag zit er weer op. We hebben een leuke dag gehad. We hebben twee haanbeten gehad. We hebben allebei een mooie snoekbaars gevangen. Sjoerd had de laatste snoek gemist. Ik heb er wel één gevangen. Dus, helaas. Moeten we nog maar een keer gaan vissen binnenkort, Sjoerd? Helaas, maar godverdomme moet ik dat ook weer doen. Ja, Eén keer is genoeg, dacht ik, maar... Karpenvissen die gaat snoeken. Nou, dan zien we jullie in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Houdoe. Houdoe.